Mijn naam is Saskia en ik ben genomineerd voor de Waternetwerk Thesisprijs van 2022. Hier ga ik je kort eventjes wat meer over vertellen. Wist je dat laagwaters op rivieren eigenlijk helemaal niet zo vaak in de zomer voorkomen? Dat was afgelopen jaar wel het geval in Limburg. Maar op de Rijn gebeurt dit eigenlijk vaker in november. Tja, daar kan Sinterklaas dan dus best wel last van hebben. In 2018 was er ook een enorm langdurend laagwater. En daardoor was het laagwater zo extreem. 2018 was dan ook de aanleiding voor mijn thesis. En ik vroeg me af, hoe vaak komt dit extreme laagwater nou voor? En hoe vaak gaat het in de toekomst nog voorkomen? Op basis van afvoerdata bij de Rijn bij Lobit heb ik laagwaterfrequentiecurves gemaakt. En deze lijnen geven dan aan hoe vaak een laagwater voorkomt. Nou, op basis van deze lijnen zeggen de resultaten dus dat het laagwater van 2018 zo eens in de 18 jaar voorkomt als ik naar één dag kijk. Maar als ik naar de duur kijk van 180 dagen, dan komt het zelfs maar eens in de 30 jaar voor. Nou, dit zijn in het kort de resultaten. En hiervoor wil ik mijn begeleiders van de Universiteit Twente bedanken. Dus Susanne, Jort en Lieke, dankjewel. Daarnaast wil ik natuurlijk Waternetwerk bedanken voor mijn nominatie. En jij bedankt voor het kijken.